Wanneer we hier natuurlijk echt heel veel bekendheid aan gaan geven, dan staan hier op een gegeven moment hele dromme mensen, net als Nemo, hier voor de deur. We zijn hier op het Science Park, waar het computermuseum is gehuisvest. Maar ik moet bij zeggen, dit is maar 10% van wat je ziet, wat we hebben. Als je begint met verzamelen, is het misschien nog niet eens, sommige dingen nog niet eens zo heel bijzonder. Hè? Misschien wel zo eentje uit 1948, maar de rest is misschien dat je heel veel mensen in die tijd dachten ze van, nou ja, die heb ik eigenlijk ook nog wel gebruikt. Als we nu mensen naar binnen halen, die zeggen eigenlijk al bij talloze objecten, dat hebben ze eigenlijk nog nooit gezien. Dit is de Aesthetis computer. Dit is een Nederlands product geweest. Hij is uit 1990. Dit is eigenlijk een soort van toetsenbord met een muis. En dit gebruikte men voor desktop publishing, voor foldertjes te maken. Het Nederlandse geld is hierop ontwikkeld, maar ook logo's voor flesjes. Ik heb hier nog een oud plaatje. Kan je nog net in het midden zien dat het een Heineken flesje op staat. Het museum is primair gericht op de universiteitsgemeenschap. De studenten, medewerkers daar, die kunnen hier eigenlijk altijd wel terecht. Even op afspraak, want het is niet zo dus dat hier standaard iemand aanwezig is. We hebben geen mensen in dienst of zo. Dus we hebben ook geen budget bijvoorbeeld. Dus we moeten het doen met giften. En daar kunnen we af en toe wat van kopen. Mijn favoriete computer is denk ik wel hier een analoge computer. Vooral ook omdat die nog werkt. En omdat het toch wel iets is wat helemaal verdwenen is in de hele computerwereld. Het heeft hele belangrijke functies in het verleden vervuld. De Delta-werken is er volgens mij uitgerekend. Er is geen beeldscherm, er is geen toetsenbord. Dit is ook niet een computer waarmee je tekstenwerken kunt gaan doen ofzo. Het is uitsluitend voor rekenwerk. Hier zit nog geen chip in, hè? Dus dit is allemaal analoge componenten. Ik heb hier één module. Hier zie je ook nog geen enkele chip. Dit is allemaal analoge transistortjes, spoeltjes, weerstandjes. Veel krijg ik vaak de vraag, en wat betekenen al die lampjes hier? Dan zeg ik, dat is om indruk te maken. Wanneer we hier natuurlijk echt heel veel bekendheid aan gaan geven, dan staan hier op een gegeven moment hele dromme mensen, net als Nemo, hier voor de deur. En dat willen we niet. We willen het eigenlijk toch vooral hier voor de universitaire gemeenschap willen we het vooral houden. Maar het ook wel voor het publiek, hè. Zoals de open dagen. Er komen ook best wel veel mensen komen hier naar kijken. En op aanvraag kan het altijd.